Welkom bij deze Autovisie-vlog. Mijn naam is Peter Hillhorst. En vandaag rijd ik met een auto waar menig liefhebber in het hogere zakensegment, die ook nog een beetje bagageruimte zoekt, al een heel tijdje op zit te wachten. De BMW 5-serie Touring. Gewoon weer een hele fraaie en vooral tijdloze station om te zien. In juni staat hij bij de dealers. Vanaf prijs 62.000 euro voor de 25D waar ik vandaag ook mee rijd. En dat is afhankelijk van de uitvoering tussen de 3500 en 4700 euro meer dan de sedan kost. Bekende motoren allemaal. Maar het gaat vooral om dit achterste gedeelte van deze 5-serie Touring. Laten we de kleppers open doen. Standaard elektrisch. Optioneel kan dat ook met zo'n hippe voetbeweging, wat in de praktijk toch vaak niet heel erg goed reageert. Je moet toch vaak even één of twee keer met je voet onder de bumper door. 570 liter aan bagageruimte. Dat is iets groter dan zijn voorganger. En hij is ook iets groter dan de Volvo V90. Een grote concurrent natuurlijk. Maar iets kleiner dan de Mercedes E-klasse combi. Achteruit is ook separaat te openen, zodat je niet altijd voor een snelle boodschap die hele klep hoeft open te doen. Klap je de achterbank plat. Dat kan in drie delen. Gaat elektrisch met dit knopje. Zakt die mooi naar beneden. Hier zit nog zo'n knopje. Dan ontstaat er 1700 liter aan bagageruimte. En ook daarmee is die net iets kleiner dan de E-klasse, maar wel weer wat groter dan de Volvo V90. Ja, kijken we even naar de achterbank. Dan klap ik even de bank weer omhoog. En deze ook. Prachtig interieur overigens. Kost natuurlijk een aardige cent extra dit. Beenruimte. Ik kan royaal achter mezelf zitten. Maar het is wel een paar centimeter minder dan de E-klasse en dan die V90. Dat zijn voor passagiers de iets ruimere auto's. Je zit hier toch een beetje tegen de wielkuipen aan. Nou, doen we de klep er even dicht. Want op dit moment is deze 5-serie ook nog een uniek aanbod. Want er zijn niet echt combi's op dit moment in deze klasse die ook vooral aan de stuurman denken. Denk aan de XF Station, die wordt gepresenteerd op de IAA in Frankfurt na de zomer. Ja, en loopt je leasecontract voor die tijd af, maar wil je toch een auto die net wat meer te bieden heeft dan zo'n zeer comfortabele E-klasse? Moet je dan voor deze 5-serie gaan? Of is die 5-serie toch langzaam afgezakt naar een hele comfortabele grote sedan? Combi in dit geval, die de stuurman een beetje uit het oog is verloren. Dit is de 520D Touring automaat. Is er vanaf 63.000 euro, 190 pk, 400 Nm. Eigenlijk meer dan genoeg. Soepele motor, automaat die altijd het maximale koppel weet te vinden. Voor Nederlandse begrippen een perfecte aandrijflijn. Soepel, stil, zuinig en snel genoeg. En wat elke 5-serie Touring standaard heeft, dat kennen we natuurlijk van zijn voorgangers, is niveauregeling achter. Dus luchtvering om die auto met zware belasting. Hij mag nu fors meer meesjouwen dan zijn voorganger om die auto vlak te houden. Nog iets anders ten opzichte van de sedan is de achteras. Die is wat compacter en het is gedaan om meer bagage mee te kunnen nemen. De gewone 520D hebben we laatst voor Autovisie in de test gehad. Die auto was zeer comfortabel, misschien zelfs wel iets te week, net wat te soft. En toen zeiden we ook, als je een 5-serie wil, die wat scherper moet zijn, die wat scherper moet sturen, waarin de carrosseriecontrole wat beter is, dan moet je gaan strepen in de optielijst. En je moet dan gaan strepen in de optielijst voor adaptieve dempers, vierwielbesturing. En dat heeft deze Touring allemaal. En daarmee voelt hij gewoon echt een heel stuk dynamischer dan die boonstok 520D limousine die we eerder reden. Vooral de achteras, die is wat steviger. Die zet zich sneller, waardoor die auto makkelijker van richting verandert. Daardoor voelt hij ook gewoon wat lichter aan dan die limousine die we eerder reden.
Maar dan het rijgedrag. Ja, daar gaat het natuurlijk om. Het is een zeer comfortabele auto. Zeer stil ook op de snelweg. We hebben straks 2,35 gereden. En je hoort eigenlijk niks van de aandrijflijn. Je hoort eigenlijk alleen maar een heel klein beetje wind rond die buitenspiegels. Het is echt een hele stille auto. Hij spoort rechtuit, ook als een trein. Hij blijft heel mooi het stuur volgen. En ga je wat tempo maken, hè, daar koop je tenslotte toch een 5-serie voor. Je wil toch een beetje sturen. Dan merk je dat er eigenlijk in die besturing, zoals we het inmiddels kennen, ja, die is natuurlijk elektrisch en er zit gewoon eigenlijk nauwelijks gevoel in. Maar er zit wel precisie in en daardoor kun je die auto ook goed plaatsen. Die meesturende achterwielen, die voel je op lage snelheid. Zoals hier, dan voel je dat ze tegensturen om die auto wendbaarder te maken. Maar op hogere snelheid gaan ze meesturen. En dan wordt die auto stabieler en dan verandert die heel mooi van richting. En door die meesturende achterwielen komt die achterkant ook veel sneller achter de voorruit aan. Dan voelt het net alsof die zich veel sneller zet en veel eerder klaar is om een bocht of een richtingsverandering te maken. Ja, dan is het gewoon weer echt een hele goed en strak sturende auto. Sportiever dan een V90 en ook zeker sportiever dan een E-klasse. Dus ja, kan je niet wachten totdat die XF Station komt en wil je nu een auto die zich kan onderscheiden door zijn dynamische rij-eigenschappen, dan moet je deze BMW 5-serie Touring hebben.